Het zal je maar gebeuren. Je bent in het buitenland en je geniet van een welverdiende vakantie als één van je reisgenoten plotseling overlijdt. In plaats van onbezorgd vakantie te vieren, staat je wereld opeens op zijn kop. Je verkeert in een emotionele achtbaan, terwijl er ineens heel veel geregeld moet worden. De nabestaanden kunnen dan meteen contact opnemen met de alarmcentrale van de verzekeraar van de overledene. Zij komen na melding van overlijden direct in actie en schakelen Ouwerkerk International in om de overledene zo snel mogelijk terug naar huis te brengen. Ouwerkerk International heeft tientallen jaren ervaring in het overbrengen van overledenen naar Nederland. Zodra de melding van een overlijden in het buitenland via de verzekeraar of de nabestaande bij ons is binnengekomen, beginnen we direct met het verzamelen van alle benodigde informatie. Allereerst is het noodzakelijk om zo snel mogelijk de persoonlijke gegevens van de overledene en de nabestaande te ontvangen. Er moet veel geregeld worden om het terugbrengen van de overledene naar Nederland mogelijk te maken. Zorgvuldigheid is belangrijk, maar ook snelheid. We horen vaak, waarom duurt het terugbrengen van een overledene zo lang? Dit is voor de nabestaanden niet altijd eenvoudig te begrijpen en te accepteren. Daarom vertellen mijn collega's altijd bij het eerste contact al waar we allemaal rekening mee moeten houden. Het is zo dat elk land een eigen werkwijze, regels en gebruiken heeft. Wetten verschillen van land tot land. En ook binnen een land kan het weer anders geregeld zijn. Ouwerkerk International weet waaruit de verschillen bestaan en wat dit precies betekent. Zo kunnen we alle stappen zorgvuldig zetten. Ouwerkerk International heeft over de hele wereld contacten met betrouwbare uitvaartorganisaties. Deze lokale contactpersonen zorgen er samen met ons voor dat alle handelingen juist worden uitgevoerd, zodat de overledene naar Nederland vervoerd kan en mag worden. Wanneer alles is geregeld, wordt de overledene gereed gemaakt voor het vervoer naar Nederland. Een overledene kan op twee manieren worden teruggebracht naar Nederland. Dit kan door de lucht of over de weg. Is de afstand minder dan 1000 kilometer vanaf Utrecht, dan gaat het vervoer per overbrengauto. Anders wordt de overledene per vliegtuig teruggebracht. Wij maken hierover afspraken met de luchtvaartmaatschappij. De uitvaartondernemer verzorgt in het desbetreffende land de wettelijke documenten en brengt de overledene vervolgens naar het vliegveld. Volgens wereldwijde afspraken over internationale luchtvracht gaan overledenen mee in het vrachtruim van een vliegtuig. Er mogen maximaal 2 uitvaartkisten mee op een lijnvlucht. Op charters is het vervoer van kisten niet toegestaan. Als het vliegtuig aankomt op Schiphol, wordt de overledene binnen 2 uur na landing opgehaald en naar de door de nabestaanden uitgekozen uitvaartondernemer gebracht, waar dan ook in Nederland. Ouwerkerk International is 24 uur per dag, 7 dagen in de week, het hele jaar door bereikbaar. Als de overledene is verzekerd tijdens verblijf in het buitenland, bijvoorbeeld via een reis- of uitvaartverzekering, dan is het eenvoudig. De nabestaanden nemen contact op met de desbetreffende verzekeraar en die verzorgt en betaalt alles en regelt de inzet van Ouwerkerk International. Zij stellen vervolgens alles in het werk om de overleden dierbaren zo snel mogelijk terug naar Nederland te brengen. Voor nabestaanden een hele zorg minder. Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Kijk dan op ouwerkerkinternational.nl.